Ik ben Tineke van Ingelgem, ik ben sopraan. En 6 jaar geleden zong ik al eens de rol van Jenny in Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni. En ik ben heel blij dat ik dat nu opnieuw mag doen. Het is een hele leuke opera. Er zit heel veel drama in, maar er zit ook heel veel humor in. We amuseren ons echt. Be really close, don't be too wide. Nuna, and then they come in. Nuna, Mahagoni. Het grote verschil tussen de vorige productie en deze productie van Mahagoni is dat het de vorige keer heel kleurrijk was, heel energiek, heel vol. Je zat in Mahagoni, want het podium stond vol, er stonden zangers, acteurs in de zaal rondom jou. Je was heel erg betrokken. Je was een deel van Mahagoni. Dat was de bedoeling van de regisseur toen. Ivo van Hoven bekijkt het nu van een andere kant. Het is een beetje afstandelijker. Het podium is veel leger. En er wordt met camerabeelden gewerkt. En dat is uiteraard een knipoog naar wat er vandaag de dag gebeurt. Wij bekijken veel meer zaken op een scherm. En we hebben veel meer afstand van wat er gebeurt in de wereld. En op die manier probeert Ivo ons een beeld voor te houden van hoe het zou kunnen lopen in een maatschappij zoals Mahagoni.